Waarom zijn we hier vandaag bijeengekomen? Omdat wij de opening van de tentoonstelling De Stem van het Kind hebben gevierd. Want het is een project waar we nu bijna 2 jaar aan gewerkt hebben. En vandaag de apotheose, oftewel de presentatie. Bent u tevreden met het eindresultaat? Ik ben meer dan tevreden met het eindresultaat. Want ik moet zeggen, we hebben hele prachtige stukjes van de kinderen. We hebben een fantastische videopresentatie. En al met al, het heeft heel veel energie gekost. Maar als ik zie wat er nu uitgekomen is, dan mogen we heel erg blij zijn. En wat denkt u zelf dat de kinderen en de docenten ervan vinden? Ik hoop dat docenten hiervan onder de indruk zijn en dat ze zien dat kinderen over veel meer dingen nadenken als dat wij ons realiseren. Het zou kunnen dat het voor kinderen, als je de boodschap moet zien van een ander kind, zou het zomaar kunnen dat ze dat nog niet snappen. Omdat ze gewoon dat referentiekader nog niet hebben. Maar ik sta te kijken van het feit, van de boodschappen die de kinderen zelf hebben overgebracht. Dus ik vond het wel heel bijzonder. Staat er veel overeenkomst tussen de antwoorden van de kinderen op uw vraag? Laat ik zeggen dat de kinderen, gemiddeld gezien kun je stellen, gaat het over we willen geen oorlog, we willen geen dieven, we willen geen slechte dingen, we willen veiligheid, we willen gelukkig zijn. Wat wel heel erg opvalt is dat de kinderen van nu met totaal andere onderwerpen bezig zijn als toen wij zelf jong waren. Wij hadden het echt niet over oorlog, niet over plastic, niet over vervuiling, niet over roken. Dus in die zin gaan mij ook wel een paar ogen open dat de wereld is echt veranderd. Voor de opening het woord wil ik geven aan Joelle Gooyer, de wethouder van de ChristenUnie en vooral in de portefeuille de jeugd. Ja, heel mooi dat met dit project De Stem van het Kind, dat daarmee gezocht is naar manieren om kinderen die inderdaad heel onbevangen zijn, maar dingen op hele verschillende manieren tot zich nemen en ook verwerken, om daar uiting aan te geven met kunst en cultuur en ook een stukje techniek. Dat laatste past heel erg mooi in onze stad. Heel erg mooi dat gelukt is en dat we daar de resultaten hiervan mogen zien in deze tentoonstelling. Prachtig en dankbaar dat ik daar vandaag dan eventjes de opening voor mag verrichten. En bij deze, want ik ga het niet te lang maken, want het moet niet mijn stem zijn, maar de stem van het kind. Bij deze wil ik de tentoonstelling en de video-installatie graag openen. Met de stem van het kind wilden we, en dat hebben we naar aanleiding van de coronacrisis gemerkt, dat het kind iets kan vertellen over wat zij doormaken, wat zij voelen. Terwijl ze vaak nog niet eens weten wat gevoel is en wat ze mogen voelen en wat ze moeten voelen, dat ze daarover kan vertellen. Het lijkt me best wel lastig om die emoties van een kind naar boven te halen. Hoe heeft u dit precies aangepakt? Dat hebben we door leraressen, pedagogen die daar ervaringen hebben laten doen. En dat gebeurt in workshops waarbij je vooral klassikaal begint. Dus met vrij grote groepen. Waar je gewoon begint te praten over van gevoel. Weet je wat gevoel is? En wat voel je dan? En wanneer voel je dat? En doe het eens na. En hoe zou je dat tekenen? En als je het niet over kunt praten, hoe zou je het dan uitdrukken? Dan kun je iets knutselen wat je eigenlijk het meest belangrijk vindt wat gevoel betreft. En op die manier hebben we in 3-4 workshops met de kinderen gewerkt. En de kinderen die daar zich eigenlijk het beste voor leenden, die ook geïnterviewd en dat laten vertellen. Wat gaat u nu doen? We gaan dadelijk aan de borrel en meestal komt er weer een idee voor iets nieuws. En het wordt in ieder geval weer iets anders en het wordt in ieder geval weer een verrassing. Waarmee we de burger of de bewoners, zeg maar, de instituten en de gemeente bij elkaar willen brengen met kunst, cultuur en techniek. En dat is waar Delft Innovatie voor staat.